Welkom bij E-Sequent, een innovatieve samenwerking tussen de Alliantie en Bouwers Rutgers Vernieuwd en Nijhuisbouw. In E-Sequent werken we samen aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van woningen van huurders van de Alliantie. Het woord sequent zegt veel over de samenwerking. In vaste teams worden woningen aaneensluitend en continu verduurzaamd. Door te herhalen kunnen we leren, verbeteren en innoveren. Processen en producten. Het doel van E-Sequent is om dezelfde of betere kwaliteit, klanttevredenheid en energiebesparing sneller te realiseren tegen 20% lagere kosten. Met minder mankracht en meer plezier. We organiseren de projecten alsof we één bedrijf zijn en niet langer apart opdrachtgever en opdrachtnemer. De E-Sequent partners hebben samen zitting in een stuurgroep. De stuurgroep stuurt de E-Sequent organisatie aan. Deze bestaat uit een projectgebonden en een projectongebonden deel. Het projectgebonden deel betreft alles wat met de realisatie van projecten te maken heeft en wordt aangestuurd door de projectmanager. Hij is verantwoordelijk voor het programma en het aaneensluitend rangeren van projecten in treintjes. Vervolgens gaan vaste projectteams de projecten op een gestandaardiseerde wijze ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren. De bouwers zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren en aantonen van de kwaliteit. Hierop worden ze door de kwaliteitscoördinator geaudit. Het projectongebonden deel betreft het deel waar de procesmiddelen en producten worden ontwikkeld, geëvalueerd en verbeterd. Het projectongebonden deel wordt aangestuurd door de procesmanager. Eén bedrijf betekent ook werken in één gezamenlijke digitale omgeving, SharePoint. Hier vind je alle relevante informatie over individuele projecten, maar ook alle digitale projectongebonden middelen, zoals processen, instructies en standaard schablonen. De werkwijze van E-Sequent is samengevat in één processchema. Hierin vind je de stappen die we in ieder project doorlopen, hoe we bewoners begeleiden, hoe we leren en verbeteren en welke projectongebonden middelen we bij iedere stap gebruiken. Wat er in de E-Sequent samenwerking precies is afgesproken, vind je in de samenwerkingsovereenkomst, ook wel SOC genoemd. Voor een optimale planontwikkeling en uitvoering van een project hebben we 2 jaar nodig. We beginnen met het invullen van de menukaart. De gebiedsontwikkelaar in de regio kan uit de menukaart eigen verduurzamingswensen kiezen en eventueel aanvullen met projectspecifieke wensen. Ook bepaalt de gebiedsontwikkelaar, afhankelijk van de doelgroep in het complex, welke bewonersparticipatiestrategie wordt toegepast door passende componenten te kiezen uit het participatiebouwstenenmodel. De gekozen participatiestrategie wordt in beginsel uitgevoerd door de bouwers. De Alliantie verzorgt achtervang voor niet-projectgerelateerde sociale problemen die aan het licht komen. Terwijl de gebiedsontwikkelaar en regio haar wensen vaststelt, doet het E-Sequent-team een technische opname van het complex, ook destructief in een mutatiewoning. Vervolgens wordt er nagedacht over hoe de wens van de regio op een slimme, efficiënte manier gerealiseerd kan worden. In de TAB-matrix, taak, advies, bevoegd, vind je gedetailleerd welke taken iedere functie uitvoert bij een E-Sequent-project. Bovendien laat de TAB-matrix het resultaat van iedere taak zien. Met behulp van de configurator stellen we de maatregelen vast waarmee we de woningen verduurzamen en de wensen van de regio invullen. De configurator bevat gestandaardiseerde maatregelen en componenten waaruit gekozen kan worden. De configurator bevat ook werkomschrijvingen, materiaalspecificaties, meetinstructies en prijzen. Nieuwe innovatieve producten of maatregelen kunnen bestaande maatregelen in de configurator vervangen. Deze nieuwe maatregelen worden dan de nieuwe standaard. De bouwers ontvangen een opdracht op basis van een goedgekeurde configurator, alsmede een positief fase 3 besluit van de Alliantie. De projectopdracht wordt verstrekt middels een projectovereenkomst, ook wel POK genoemd. Verder is er een middelenlijst waaruit gestandaardiseerde middelen gekozen kunnen worden om het project vorm te geven. Bijvoorbeeld een schabloon voor een kwaliteitsplan of een veiligheidschecklist. Tijdens de realisatie bewaken we de voortgang in tijd en geld, klanttevredenheid, productkwaliteit en veiligheid. We gebruiken projectongebonden middelen om te meten en te rapporteren. De resultaten worden samengevat in een dashboard, waarmee de stuurgroep de E-Sequent samenwerking kan bijsturen.
Het dashboard wordt ook gebruikt om te rapporteren naar de directie van de Alliantie en bouwers en laat zien hoe goed we het doen ten opzichte van de vastgestelde doelstellingen. Of we dus echt beter worden in het verduurzamen van woningen. Daarnaast is er een productenlijst die aangeeft welke administratieve producten er aangeleverd moeten worden tijdens en na realisatie van het project. Het vormt de basis voor een optimale exploitatie. De samenwerking in E-Sequent is nu 2,5 jaar onderweg en er is veel bereikt. De komende periode wordt er aandacht besteed aan het eerder samenstellen van het jaarlijkse verduurzamingsprogramma, het toepassen van meer productinnovaties, het ontwikkelen van regisseerbaar ownership, maatwerk op woningniveau en plezier in het samenwerken. E-Sequent, voor het consequent verbeteren van verduurzamingsprogramma's.